Waarom vindt u het belangrijk om hier vandaag te zijn? Het is niet zomaar een project. Wil je die rivieren, wil je de kracht van het water wegnemen? Zul je ze breder moeten maken? Zul je meer ruimte moeten creëren of dieper? Ja, ik hoorde in de voorbereiding dat dit nu geldt als voorbeeldprojecten. Binnen budget, heel goed. Binnen de tijd. We hebben ook gezien dat er twee lokale partijen aan het werk zijn. Meneer Van Oort, als u nou naar het werk zelf kijkt, hè, wat was daar bijzonder aan? Dit werk hebben we gekozen om het samen met de klerk te doen. Omdat het een combinatie was van disciplines van het bouwen van kaders en het baggeren en het maken van bestortingen. River of Dreams, hij stroomt door. Het getij neemt zijn ruimte toch wel. Het water is namelijk sterker dan de rots. Zolang wij dienstbaar zijn aan die stroom, is er ruimte voor enige trots. We zijn er enorm trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. En dan vooral in samenwerking met alle bedrijven die hier langs de Avelingen zitten op het bedrijfsterrein. Hoe is dat voor Rijkswaterstaat? Eigenlijk heeft ruimte voor de rivier wat mij betreft laten zien dat nieuwe samenwerkingsvormen ook echt kunnen en ook echt succesvol kunnen zijn. When we lose faith in darker days, we'll turn to the river of dreams. De oude situatie is dat we eigenlijk op slot waren beperkt. Door de aanleg van de nieuwe kader, zoals die nu gerealiseerd is, zijn we in staat om de grootste type reisschepen te ontvangen. Al onze containers die vertrekken wereldwijd, die gingen vroeger over de weg naar Rotterdam. En in het Rotterdamse werden ze verscheept. En vrijwel alle containers gaan nu in één keer via de regionale hub. Dat geldt voor ons ook. Met de uitbreiding die u net heeft kunnen zien, gaan we door naar de 8.000-9.000 containers op jaarbasis. Dus dat heen en weer over de A27, dat hoeft gelukkig niet meer. De burgemeester wordt nu heel zenuwachtig, want je wil nog graag een verbreding van de A27 hebben. Dus als u als regionaal bedrijfsleven toch nog zegt dat u hard nodig hebt, dan... Zijn er nu nog mensen, ondernemers? Ja, de A27. Oh ja, die... Dankjewel,